De bouw van de Westluidense Poort bevindt zich in de afrondende fase. Binnenkort zullen ook de deuren opengaan van de bijbehorende parkeergarage. Wethouder Medersen. Nou, op dit moment is het zo dat we met de laatste dingen bezig zijn. Dus de laatste loodjes wegen zwaar, zeg maar. Zorgen dat die dus klaar is en veilig. En dat betekent dat we ook nog moeten testen. Brandweer testen en al dat soort zaken. Dat heb je nodig voor de vergunning. Nou ja, dat zijn de laatste dingen. En we verwachten dan dat we zo eind van deze maand open kunnen voor het publiek. En dan gaan we ervoor zorgen dat de eerste week ook gratis is, zodat de mensen kunnen kijken en binnen alle garage. We zijn helemaal conform met het plan, wat eigenlijk al jaren oud is. In 2010 is daar bijvoorbeeld een besluit over genomen, maar eigenlijk al daarvoor. De wens van de gemeenteraad om de Waalkade leeg te krijgen, autovrij en een betere verbinding met de binnenstad, dat plan zijn we aan het uitvoeren. Een van de onderdelen is de parkeergarage. Nou, die is straks klaar, die kan ook gebruikt worden. Dat betekent dat er heel veel auto's van de Waalkade daar kunnen parkeren. Een ander deel kan parkeren op de Zandwijkse Poort. En dat betekent dus dat het plan, zoals die bedoeld was, ook wordt uitgevoerd. Namelijk dat de Waalkade leeg gaat. Op dit moment is het zo dat er weliswaar nog 200 plaatsen behouden blijven. En die zijn vooral voor de vergunninghouders, dus de bewoners en de ondernemers. Daar is hij voor bedoeld. De rest kan dus bij de overige parkeerterreinen parkeren. Daar is natuurlijk inmiddels wel veel verzet tegen. Dat heeft u verschrikkelijk ook wel gezien. Daar zijn we als college wel over aan het nadenken. Van ja, we moeten ook wel goed luisteren naar wat die ondernemers nou bedoelen. Waar hebben ze last van? Waarom is dat zo belangrijk voor hun? En zij vragen om toch betaald parkeren daar te mogen houden. En waar we nu aan het werken zijn, is om te kijken of er een oplossing mogelijk is om zowel vergunning parkeren als betaald parkeren, noem het maar dubbelgebruik, mogelijk te maken. En als dat lukt, dan komen we tegemoet aan de zorgen van de ondernemers.